Mag ik boos worden, alsjeblieft? Voor mij mag je best boos worden. Yo, ik word echt woest. Nee, maar... Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatarlocke met Sander van GamingSB. Hey, dat ben ik. Ja, dat ben jij. Ik ben benieuwd hoe jullie het intro vinden en hoe goed wij verstaanbaar zijn. Och. Ja, nee. Dit is niet... dit is misschien niet heel handig. Maar... Nou, anders knip ik dat er gewoon uit, joh. Ja, precies. Dat kan ook. Kan ook. Moet ik hier door? Nee. Hoe werkt dit, gozer? Oh, ik moet deze ook verslaan. Oké. Heel raar. Beetje jammer. Heel raar. Oh joh, ik kan gewoon niet wegrennen. Wat is dit? Ik voel me bedrogen. What the fuck? Ik ga eerlijk met je zijn. Dat is raar. Dat is heel raar. Oké, nou. Even kijken. Moet ik hier gewoon... Is dit zo'n sea crystal? Oh nee, dit is zo'n vloed. Heel ziek. Oh ja, je bent op Executive Island. Ja. Je moest schijnbaar op die executor klikken. En dan deed je zo van... Yo, nu mag je naar boven. Ja. Dat is exact hoe het ging. Ja. Oh, wauw. Ik zie... Oh, wacht. Is dat wel aardig om te zeggen? Dat wou je zeggen. Wacht maar. Nou, ik wou zeggen... Ik zie... gay in de lucht. Omdat ik de LGBTQ plus vlag... Een regenboog gewoon. Oké. Dus het was eigenlijk een grapje. Alleen toen dacht ik, oh wacht, misschien is dat niet heel aardig. Nou ja, het is wel de vlag van de LGBTQ. En verder, je zegt er niks onaardigs over. Hey, ik heb nu wel de grap uitgelegd. Dus als het offensive was opgevat. Gozer, ik heb het toch uitgelegd, gast. Nee. Oh ja, ik heb een Palkia. Helemaal vergeten. Oh ja. Jij bent zo'n cheater. Cheater. Gast, ik heb maar 1 masterbal. Maar 1. Op dit moment. Oké, hey, kan ik nu gewoon verder? Oh, Piplup wordt toch stiel? Piplup wordt wel stiel, ja. Die ga ik vangen. Empoleon. Die ga ik vangen. Oh, dit is echt de perfecte Pokémon waar ik naar op zoek was. Doe zo'n Quick Ball. Heb je daar wel eens van gehoord, van zo'n Quick Ball? Dat is zo'n snelle. Ja, hij zit alleen niet. Een beetje sad. Yo. Maar je bent toch juist heel snel? Ik ben een hele snelle jongen, ja, maar helaas. Ik bedoel, ik zou niet durven zeggen dat je sneller bent. Anders, dat zou betekenen dat je slecht zingt. Wojo, wat een haat naar sneller. Ik vind sneller nog best wel oké, hoor. Het is niet mijn muziek, ga je niet? Nee, het is ook niet per se mijn muziek, maar ik ken wel slechtere Nederlandse artiesten. Oké, dat is zeker waar. Maar dan leg je de lat ook niet heel hoog, gast. Nee, oké, maar snelle vind ik best oké, hoor. Ik vind voor Nederlandse begrippen best oké. Best oké is een mooie ranking. Best oké, is dat zo'n D-tier? Want dan ben ik het met je eens. Hoger komt hij niet. Yo, wat een haat. Hé, hey, Piplup, gaan we lastig blijven doen, of wat is dit? Dat weet ik niet. Het is wel zo'n starter. Ja, dat merk ik. Yo, Team Skull, waarom doe je nou weer moeilijk? Ik kill de Piplup. Beetje set. Oké, we gaan nog naar een andere Piplup zoeken. Doe maar mij zo'n shiny Piplup. Als ik die tegenkom, ga ik echt heel hard lachen, trouwens. Ja, dat... Wij zo moeite doen voor een Wooloo en een Stonejourner en dan krijg ik zo'n Piplup. Ja, het zou maar zo kunnen. Hoe hoog is de shiny rate in Omega Ruby en Alpha Sapphire eigenlijk? Hetzelfde als in deze game. Just asking voor de mensen thuis. Gewoon heel random vraagje. 1 op 4000. 1 op 4096. Oh, dat is nog steeds wel veel. Wow, dikke Lunala. Ik schrik me helemaal de narigheid. Ja, dat is niet fijn. Als jullie nou denken, waarom is Sander zo stil? Ja, nou ja, ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Ik heb een nieuwe serie en ik weet niet of die op dit moment al online staat. Wanneer ben je dan van plan te gaan uploaden? Ik probeer een beetje... Ik wil er steeds over beginnen, omdat ik hype ben. En omdat ik hem mogelijk net heb opgenomen. 2 afleveringen. Alleen ik wil nog niks spoilen. Wanneer begin je ermee? Deze week zaterdag komt aflevering 16 online. Van de Fire Red. Dus dan denk ik over 4-5 weken. Oh ja, deze staat de eerste week van november online. Oh, dus dat wordt net wel, net niet. Ja. Maar betekent dat niet dat wij ons andere project gaan doen? Dat we het niet gaan doen, bedoel ik? Of gaan we die ook doen? Nee, deze had ik gewoon al begonnen. We kunnen ook we kunnen even kijken. Yo, desnoods zeggen we, we nemen hem op. En ik upload hem na die serie. Dat zou ook nog altijd kunnen. Moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Of... Ik ga 2 Pokémon-series doen, maar... Dat is helemaal aan jezelf. Ik bedoel, wij hebben ook al een serie na deze serie op de plank. Ja, daar heb ik ook super veel zin in. Dat wordt wel veel opnemen dan. Ja. Daar ben ik een beetje bang voor. En ik ga hoe heet het, vanaf november of vanaf december 38 uur werken in plaats van 32 uur. Oeh. Dus dan wordt het... Maar... Wordt sowieso, blijven we die serie, wil ik die serie met jou erin blijven houden, zeg maar. Ja, zeker. Zeker, dat is wel leuk. Ja, vind ik wel. Ik heb echt zin in onze volgende serie. Ja, ik ook. Alleen, dan moet deze mega Manectric niet steeds roaren. Gast, wat doe je nou? Ik zei niet. Ja, en ik heb dus elke keer het probleem dat ik kom dan 1 keer die Piplup tegen, die kill ik dan per ongeluk, en dan kom ik die helemaal niet meer tegen. Dat noemen ze wel eens zo'n vuile bits. Bits als in Twitch? Bits? Ja. Jezus, dat was wat een onzin. Nu sta ik natuurlijk redelijk vol. Eens. Oh, Ben je nu met Team Skull bezig of zo? Of? Ja, ja. Ah, ja. Met een of andere bitch met een mega Manectric. Echt, zo van hou je kop, gast. Daar loop je helemaal niet zo heel ver meer achter. Hé, hey, Piplup. Oh, dat dacht ik wel. Oh, een crit! En paralyzed! Mag je boos worden, alsjeblieft? Voor mij mag je best boos worden. Yo, ik word echt woest. Nee, maar... Nee, ik word mild geïrriteerd. Wauw, Piplup, je bent zo'n vuile bitch, hè? Oh, sorry, jij was ook boos aan het wezen. Sorry. Ja, ja. Ik zal niet door je boosheid heen praten. Nee, ik werd weer vies hard genaaid door deze Piplup. Is nou acrobatic skill, hè? Relatable. Kom op, blijf leven. Oh, hij blijft leven, nice. Hij was ook echt op 1 HP, die Mega Manectric. Hij zat me echt te naaien. Heb ik niet iets? Hé, een Dragonite, die heeft Ash ook. Spoiler alert. Weet je, Sander, weet je dat spoiler alert alleen werkt als je dat zegt voordat je gaat spoilen? Ja. Ik ben nu die Journeys aan het kijken. Oh, echt? Ik vind hem wel leuk. Ja, ja, Justin kijkt hem ook. Ik vind dit... een van de betere anime's. Ja, ja, ik heb maar een heel klein stuk gezien. Misschien dat ik daar binnenkort ook aan ga beginnen. Zeg maar... En dan gewoon in het Engels, zeg maar. Ja, 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 dat doe ik ook wel. Want ik heb automatisch op Nederlands. Toen cringe ik hem zo hard. Toen was ik... Ja, snap ik. Nee, ik heb de eerste 20 afleveringen in het Japans gekeken. Omdat hij toen nog niet uit was in het Engels. Ah. Ik denk wel, mij kennende. Waarschijnlijk ga ik uiteindelijk wel ook in Japans kijken. Ja? Ja. Yo, ik wil gewoon verder of zo. Alleen... Maar er zijn toch al best wel veel Engelse afleveringen. Ja, klopt. Oh, alleen, Piplup gaat ook nog eens voor help callen. Oké. Ik wil trouwens heel even off-topic iets zeggen, hè. De Luxury Ball is echt mooi. Dat wil ik even zeggen. Echt een mooie bal. De donkere. Zwarte, ja, met die goudgele randjes. Ja, en rood. Nou, niet zo vies. Dan snap ik wel, als je mij daarin vangt, zou ik ook direct hoge happiness hebben. Ja. Of is dat niet wat hij doet? Jawel, volgens mij wel. Nee, oh, okay. ik ga een Cherish Ball gooien. Die heb ik de hele reis gecherished. En nu ga ik hem gooien. Een Rotom. Ken je dat? Zo'n Rotom? Dat is van zo'n telefoon. Of Dex. Zo'n telefoon, zo'n ding. Ja, dat ken je vast wel. Ik denk als je het ziet, dat je denkt, oh, zo'n Rotom, dat was een telefoon. Oh, nevermind. Heb jij in Journeys die Shiny Hunter al gezien? Ja, met die Shiny Psyduck. Ja, en dat hij dan zo zijn Dex laat zien en dat hij dan al Shiny Swinub heeft gezien en Bagan. En Bagan. Ja. Dat vond ik wel de vetste. Mm-hmm. Wat echt vet dat ze dat... Toch vind ik dat vet dat ze dat dan zeg maar... soort erkennen dat die mensen er zijn, zeg maar, die heel veel shiny hunten. Dat vind ik echt vet. Oh, dat was ik even vergeten! Oh. Wat gebeurde er? Nee, ik ben niet dood. Maar dit was wel heel risky. Zeg maar, weet je hoe Rotom verschillende vorms hebt? Ik heb de Heat vorm. Ja. Yeah. Magneton vorm. Dat die fire is, zeg maar. Ja. Dus ik heb mijn Octopussy voorop staan. Dus ik wil te twijfelen. Ja, hij deed dus ineens Shockwave. Maar hij is ook elektrisch, ja. 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 Duh. Maar ja. Maar hij is dus geen ghost meer. Nee. Nee. Dat zeker niet. Oh, een Lampen, die kan ik ook opmaken. Deze Piplup is echt een nazi. Dat is echt niet te geloven. Deed zelfs de Cherish Ball niet? Nee. What the fuck? Dat is toch 100%? Of niet? Nee. Volgens mij alleen... Oh, ik moet healen. Volgens mij alleen de Masterball, of course. En de Ballparkbal. Dat is zo'n gele bal, is dat. Volgens mij is die 100% catch rate. Maar dat weet ik niet zeker. Ik wou zeggen, er is nog één. Oh. Ja. Dat was niet eens de bedoeling. Ik weet ook niet hoe ik dat deed. Ik heb hem, zie! Heel ziek. Nee, maar wat ik echt leuk vind aan de... Journeys is eigenlijk alles wat bij Unova fout ging. Ja. Dat doen zij niet fout. Ja, precies. Zeg maar, als je de Unova anime en de Alola anime bij elkaar zou proppen, is hij niet zo goed als Journeys. Nee, kijk, wat Unova heel goed had, was dat Team Rocket, die kwam niet elke aflevering voor. Mm-hmm. Ja, die hadden een beetje ook op een gegeven moment hun eigen verhaallijn, toch? Ja, dat was nog beter. Mm-hmm. Dat was ook heel tof. Nu in Journeys komen ze ook niet elke aflevering voor, maar wel regelmatig. No. Dus dat vind ik wel een leuk ding, zeg maar. Okay. Soms dan weet je gewoon, oké, nu gaat Team Rocket komen. En weet je, het is zo voorspelbaar. Maar nu, doordat ze dan af en toe niet komen, is het gewoon wel fijn of zo. Mm-hmm. Ja, dat is het zeker. Dus dat vind ik heel leuk. Voor de rest, ja. Ik vind het ook wel vet dat Ash gewoon echt een beetje, goede Pokémon vangt. Ja, inderdaad. Hij heeft echt gewoon een goed team. Alleen, wat ik wel op zijn team heb aan te merken, is dat het dus of een Gen 1 Pokémon of een fan favorite. Dat vind ik dan echt jammer. Ja. Maar verder heeft hij wel gewoon goede Pokémon. Ja. Ja, dat is waar. Maar, ja, nou ja, dat. En ik vind het leuk dat ze het een beetje geswitcht hebben, aangezien die nu ook een soort van champion is van Alola. Mm-hmm. Dat is niet soort van, maar boeien, dat ze het een beetje geswitcht hebben, dat hij niet gewoon de gym challenge doet in Gallard tot nu toe in ieder geval. Ja, en dat hij van, ja, precies. En dat je ook meer van Ghost Challenge ziet, in plaats van alleen maar als het Ash ook uitkwam dat ze daar waren. Nee, precies. Dat vind ik heel vet. En ik vind het vet dat ze gewoon elke keer naar andere regio's gaan. Ja. Oh, dat had ik ook nog niet eens gementiond. Ja. Maar dat is inderdaad ook wel zo. En dan heb je ook echt het gevoel dat die andere plaatsen ook echt bestaan nog, zeg maar, buiten. Ja, en wat ik daaraan wel leuk vond. Ik had dus een beetje verwacht. In het begin had ik echt zoiets van... Gozer, weet je nog wel iets af van wat er hiervoor gebeurd is? Maar later... op een gegeven moment komt die spoiler alert. Ik doe het ervoor. Ja. Komt die Chuck tegen. En dan erkent hij ook gewoon van... Oh, dit is Cyan Wood. Ik heb hier tegen Chuck gevochten. En dan komt Chuck tegen. En dan is ze van... Hey, Chuck. En dan doet Chuck zo van... Hey, ik heb tegen jou gevochten. Toen versloeg je me met je goede Bayleef. En nou ja, toen was ik al helemaal blij. Want ik hoorde Bayleef. En toen dacht ik... Ah, cute. Ja, dat hoort ook gewoon zo. Maar dat vind ik gewoon... Dat vind ik gewoon leuk. Dat ze niet gewoon... de oude kant op gaan. Dat hij in Unova komt. En dat hij niet eens weet... wie bij wijze van spreken Dawn is, of wie Misty en Brock May is. Ja. Yo, May? Huh? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Nee. Alleen, wat me nog steeds wel stoort... Ik weet nog steeds... Nou ja, wat me nog steeds wel stoort is... dat soms... Dan komt die Pokémon tegen, dat ik denk... Die heb je gehad, of die heb je... Die heeft een teammate gehad, zeg maar... En dat hij dan alsnog de Pokédex erbij pakt. Ja. Zo van... Nou, oh, misschien is er nieuwe informatie. Ja, ik vind dat wel minder erg. Omdat je inderdaad nu... Met die research team... Dat je dan toch een beetje... Misschien ook op zoek bent naar wat specifiekere informatie. Dus... Ja. Maar dat is het enige... Wat me nog echt een beetje stoort. Wat me echt een beetje doet denken aan Unova. Van... Nou ja, dat... Ja, en ik heb ook het gevoel alsof ze Pikachu nog gewoon goed is. Ja, dat hij niet een soort level reset heeft. Dat hij kan verliezen. Want hij hoort natuurlijk al lang level 100 te zijn, zeg maar. Ja. Oh, ja. Ik heb vandaag de eerste aflevering gezien dat Pikachu tegen een Pokémon verloor. Maar in Pikachu's defense had hij daarvoor ook al een hele Pokémon verslagen. Ah, oké. Vooruit. Dat is nog een dingetje wat ik wel jammer vind. Is dat heel veel battles 1 tegen 1 zijn of 2 tegen 2. En wat had je dan verwacht? Nou, ik vind het leuker als het een 6 tegen... Ja, 3 tegen 3, weet je. 3 tegen 3 vind ik dan ook nog wel een goede middenweg. Maar... Weet je wat mijn favoriete anime arc is? Nou? The Battle Frontier. Oh, ik wou dat net gaan zeggen. Van, ik denk Battle Frontier. Want dat was ook een hele goede. Ja, want daar heeft hij gewoon oprecht gewoon echt wel goede Pokémons. En zijn strategieën zijn goed. Strategieën. Oh, heel ziek. Dus dat is echt vet. Hij gebruikt zijn oude Pokémon. Ja, dat is ook vet, ja. Want dat vind ik ook wel eens jammer. Dat hij gewoon vergeet dat hij gewoon een fucking sterke Pokémon bij Professor Oak heeft. Ja. Die hij gewoon kan gebruiken. En ik snap wel dat dat niet leuk is, maar... Ja, hij heeft gewoon altijd de Charizard... Oh, deze Pokémon komt op het perfecte moment, ja? Aan de ene kant snap ik het. Als jij in een nieuwe generatie komt en jij hebt Pokémon Home, dan ga je ook niet zeggen van, oké, ik heb hier een goede Fire-type. Ik ga mijn Fire-type van Gen 1 gebruiken. Maar stel, hè, je komt in een nieuwe generatie en jij vindt alle Fire-types ruk. Dan vind ik het wel terecht als jij zegt of jij hebt geen Fire-type kunnen vangen. Wat bij Ash heel vaak gebeurt. Ja. Nou, Fire-type dan niet, maar wel een bepaalde typing. Dat je dan gewoon zegt van... Yo, gozer. Ik pak even mijn Fire-type erbij, want die heb ik niet. Dat vind ik wel terecht. Kijk, dat je niet elke Grass-type gaat vervangen voor je allereerste Grass-type. Logisch. Maar als je geen Dark-type hebt... Pak dan een fucking Dark-type. Ja. Eens... Ja. Maar weet je, dat vind ik op zich ook niet erg, maar doe die Pikachu dan ook weg. Ja. Begin dan ook gewoon met een nieuwe starter als maatje, zeg maar. Ja. Ik heb die Pikachu nou ook wel een keer gezien, want het is zo, dat is gewoon een spot in zijn team, zeg maar, die dan gevuld is. Dat vind ik dan zo jammer. Ja, dat is wel inderdaad een dingetje. Kijk, weet je, aan de ene kant, ik vind Pikachu een leuke Pokémon. Maar Ik weet niet. Ik snap ook wel dat ze Pikachu erbij houden. Tuurlijk snap ik dat. Kijk, weet je, dat moet gewoon. Alleen... branding. Alleen... Ja, ik snap ook wel wat jij zegt. Kijk, het liefst... wil... Ik had het ook niet erg gevonden. Maar dit is waarschijnlijk een... unpopular opinion. Yeah. Ik had het ook niet erg gevonden als dat ze elke regio een nieuwe main character zouden hebben. Ja. Yeah. Oprecht. Ik bedoel, Ash... Ja, ik snap het wel. Ja, mensen hebben er attachment naar, maar ik heb zoiets van... Als je de anime echt interessant wil houden op een leuke manier... Zonder level resets, zonder weet ik het wat... Dan moet je elke keer een nieuwe verzinnen. Een nieuwe character. Of ze laten Ash gewoon ouder worden, waardoor hij ook slimmer wordt. Ja. Maar ja, dan is het misschien niet meer interessant voor nieuwe kinderen om te kijken. Weet je wat het gevaar is met elke regio een nieuwe main character? Dan krijg je een beetje hetzelfde als Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! De eerste seizoenen met Yu-Gi zijn heel vet en daarna is het allemaal... Dan is het allemaal niks meer. Dat is natuurlijk wel zo. Ik zeg het nou wel heel mooi. Maar ik bedenk me ineens terug naar een serie die ik toen een keer keek. 24. Oh ja. En daar was elk seizoen, had je main character, die bleef dan wel hetzelfde. Maar elk seizoen had je een soort team. En dat team was, dan was er een time jump bij de volgende seizoen. En dan was het hele team weer weg. Yeah. Dat ik denk van gozer, ik heb attachment opgebouwd. En kijk, weet je, als ze doodgaan, baal ik ook op dat moment. Maar dan snap ik wel dat ze eruit zijn. En als je elk seizoen inderdaad tussendoor ineens zegt... Yo, hij is weg. Dan is het zo van... Yo, gozer. Ga nou niet mij lopen teasen met een nieuwe karakter. Om hem later weer te zeggen van... Yo, die is weg. Ja, dat is natuurlijk wel weer zo. Dus ik zeg het misschien wel iets te makkelijk. Maar... Ja... Ik weet niet, ik heb bijvoorbeeld Arrow gezien. Ik weet niet of jij die hebt gezien. Nee. Dat is wel een vette serie. En daar heeft hij ook een team. En dat verandert wel eens. Maar het is nooit dat iedereen weggaat in één keer. Zeg maar. Nee. Het is altijd 1 voor 1 of zo. En dan komt hij zijn later seizoenen wel weer een keer tegen. Zeg maar, weet je wel. Dus dat vind ik dan wel echt... Ja, precies. Ja, vet. Nou ja, dat had gewoon met Misty en Brock ook zo te zijn, zeg maar. Nu kwamen ze die in Alola, geloof ik, wel een keertje, Misty en Brock. Ja, jawel. Ja. Maar daarvoor een hele tijd niet. Hoezo is Bite niet super effective op Duskull? What the fuck? Ik ben helemaal confused. Ik vond trouwens... Duskull is toch gewoon Ghost? Oh ja, ja. Hoezo is Dark niet super effective? Dat weet ik niet. Oh, wacht eens even. Heeft hij protein ability of zo? Nee, ik denk dat ik het al weet. Ik heb nog nooit tegen een Duskull gevochten. Oh, dus dan geeft hij dat misschien niet weer. Dat klopt. Ja, dat dacht ik al. Wauw. Maar, sorry, wat wou jij zeggen? Of weet je het niet meer? Dan ben ik even aan het bedenken of ik dat nog weet. Oké. Ik weet het denk ik niet meer. We hadden het over Misty. En Brock. Nou ja. Oh ja, ik wou zeggen dat de X en Y anime, de laatste gedeelte zeg maar, echt wel heel vet was. Ja. Met die Zygarde cells en zo. Ja, precies. Ja, kijk, weet je, je kunt het inderdaad wel interessant houden op zo'n manier. Ja. En, weet je wat ik me laatst trouwens besefte? Nee. Doordat ik op een gegeven moment ging Ash dan naar Alola. En toen deed zo'n gozer, Kiawe, deed zo'n C-Move. Ja. Yeah. En wat er bij C-Move gebeurt, is dat de Pokémon en de persoon dezelfde moves doen. Yeah. Weet je wanneer dat daarvoor is gebeurd? Ash Greninja. Oh ja. Yeah. Ja. Ik dacht gewoon, het was eventjes zo mindblown van, what the fuck? Wow, dus dat... Ash Greninja was eigenlijk een soort van T-Spanjo. Een kruising tussen Mega Evolution en Z-Moves. Ja. Oh, en ik voelde me natuurlijk. Oh. Ik voelde me aan de ene kant dom dat ik dat niet eerder heb opgelost. Aan de andere kant vond ik het wel vet. Ja. Ik heb er nog nooit iemand eerder over gehoord. Oh, dan is het misschien ook niet zo heel dom. Mm-hmm. Maar het voelde zo logisch. Ik zag dat en toen dacht ik echt zo van... Waarom heb ik het nooit eerder bedacht? Maar... ja. Vond ik wel grappig om eventjes te benoemen. Oké, ik ben nu in die grot. En ik haat het hier. Ja, het is ook best wel een lange grot, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben bij je begin, gast. Ja. Dit geeft geen goede hoop. Oh, deze is speciaal voor Simon. Ah, en dan de evolutie van zijn favoriete Pokémon. Dit ga je denk ik nooit raden, trouwens. De evolutie van zijn favoriete Pokémon. Is het Garbodor? Nee, ik zei niet hoe die eruit ziet. En dan, zeg maar... Oh. Ja. Of wat die is, dat zei ik niet. Nee, ik dacht dat Trubbish zijn favoriete Pokémon was. Nee, het is een god. Hè? Nu moet jij bedenken welke van de twee. Zijn er twee goden? Van de Rickroll. Bidoof. De HM god noemt hij die altijd. Ah. Ja, maar Simon heeft ook geen verstand van Pokémon, dus dat scheelt. Ja. Ik zou het zelf ook nooit zo noemen. Het was alleen nu om je in de verwarring te brengen. Ja. Dat vind ik leuk. Oh, kan die ook al crunch? Wat is dit voor een nazi? Ja. Hoezo kan ik daar niet langs? Dat is echt bullshit. Word je weer zo van zoveel genaaid? Nou, alsof ik dat ooit eerder gebenfeest. Wat? Nee, dat was zo goed Nederlands. Alsof ik ooit eerder ben genaaid. Ik denk dat geen enkele vrouw dat wil. Maar... nee. Oh. Ik weet al... Yo, ik moet die nog een keer in een grot. Laat me eens met rust. Oh, en zo'n backpacker. Hij pakt de bak. Jazeker. A Magmore. Ik heb zijn counterpart shiny. Electabuzz. Ah. Die is wel vet shiny. Ja. Voor afwisseling doe ik ook dus een aantal keer gewoon van die Dynamax Adventures tussendoor. Ja, dat deed ik in het begin ook hoor. Maar nu doe ik die niet meer. Maar gewoon omdat ik nog... Ja... niet aan gedacht heb. Ik wil gewoon die Wooloo. Ik wil die Wooloo voordat ik aan Diamond and Pearl ga. Weet je wat het is? Ik wil ook heel graag die Stonejourner voordat ik ga beginnen met Diamond and Pearl. Ja. En weet je wat het is? Ik raak gewoon een beetje bored en gefrustreerd van dat ik hem niet heb. Dus wat ik dan ga doen is... Ik ga wat anders doen als het ware. Dus dan wil ik Dynamax Adventures. Maar ik merk dus nu ook, ik heb echt wel... Mee dat ik die Stonejourner... Mag ik heel even tussendoor? Ja. Ik word weer zo hard in mijn poepert genaaid. Dat is niet te doen. Tip, doe niet. Nee. Ik moet tegen een Mega Charizard. En het is niet eens die van Hou. Oh, X of Y? De niet zwarte. Ja, oké. Maar goed, jij was wat aan het vertellen, sorry. Ik heb echt wel... Ik denk dat ik echt wel 25 van die Dynamax Adventures heb gedaan. En ook daar geen shiny. Zeg maar, ik heb het gevoel alsof ik in een soort shiny droogte zit. Ja, nou ja, maar dat heb je soms als shiny. Maar bij die Wooloo had ik het wel meteen, dus toen had ik echt zieke hoop. Weet je nog... Shiny droogte is opgelost! Ja, nee, precies, die had je inderdaad snel. En je had die eitjes daarvoor had je ook snel. Oh, kom op, geen Hyrule, anders word ik echt boos hoor. Als hij nu dood is? Ja, godverdomme, ik word echt boos van dit spel. Die Vulpix? 73. Ik ben een Pokémon kwijt, hè? Had je dat meegekregen? Welke? Gliscor. I like Gliscor. Ik was in het groen, maar hij had een Hyrule. Yeah. Trouwens, ik moet straks eventjes met jou offscreen nog ergens over hebben. Oké, we moeten zo meteen, want de aflevering is na deze battle afgelopen. Oh ja, ik moet alleen nog eventjes deze cutscene met Lily en Murkrow afkijken. Ik heb geen idee hoe ik dit ga oplossen. Ik heb geen free switch-ins. Kun je ook niet iemand sacken? Ja, maar dan is er nog een Pokémon dood. En dan ga ik ook voor jou dead zijn. Is er iemand die je kunt missen? Jawel. Ik denk dat ik hem gebruik. Oké, nee, ik zeg niet dat je dat moet doen. Ja, maar er is geen andere optie. Misschien moet je het wel doen. Ja, voor mijn gevoel is er geen andere. Hij is net geëvalueerd en is hij nu zeker dood. Ja. Oh, door een crit waarschijnlijk. Wauw. Oh, nee. Wauw. Nou, we moeten zeker weten gaan healen zometeen. Lily hield je ook. Heb je die cutscene met Lily al gezien? Ja, ik ben er al voorbij. Oh. Ja, dan moet je even healen. Yo, deze gast leeft letterlijk op 1 HP omdat hij sturdy heeft. Als je nu denkt, zit deze gast nou te vechten? Het is een will battle, dus ik kan elk moment stoppen. Als je wil. Ja. Yo, Spritzy, can you not right now? Als je me nou doodkrit, dan ga ik mijn dingen gooien, dan weet je dat alvast. Nee, niet gooien. Als je me nou doodkrit, word ik echt heel boos. Oké, dat mag. Oh, en dan een burn ook nog. Wauw. Maar ik ga denk ik niet dood van de burn, maar het is wel echt bullshit. Waarom zijn we zo underleveled? Want ik ben op dit moment niet echt voor mijn gevoel underleveled, maar... Ja, er zijn een paar Pokémons van mij geunderleveled, maar die ik nu gebruik niet. Alleen het is een pip-up die ik wil gebruiken nu en dat is wel een beetje een probleem. Ik wil gewoon niet dat die pip-up doodgaat eigenlijk, maar ja. Misschien had je die eerst even niet moeten gebruiken. Aan de andere kant... Ja, maar ik moest wel. Oh, je had natuurlijk een safe slot. Bedenk me nu. Ja. Ja, dan... Ja. Nou, trouwens. Ik heb daarna een Joltik gevangen. En toen heb ik mijn Gallisopod. Ja, Piplup is ook dood. Ik heb je gewoon ingehaald met deads, hè. Ik ben bang nog dat ik nog ga wipen ook zo meteen. Nee. Maar heb je nogal wel goede Pokémon in je box zitten, of? Nou, ik had al expres geen 5e Pokémon. Oh ja, tuurlijk. Of geen 6e bedoel ik. Maar ik ben nog niet gewiped, hè. Maar ik denk dat het gaat gebeuren. Oh ja, hij kan crunch. Oké, dat viel wel mee. Ik heb nog drie levende Pokémons open op het moment. Ah. Ik weet ook niet waarom ik al die weinig damage. Ik denk dat we ook even moeten trainen zometeen. Nou ja, ik weet niet. Hoe hoog levels zijn jouw Pokémon eigenlijk? Ja, ik moet tegen Pokémons van level 48 en mijn Pokémon zijn level 51. Oh, de meeste van mij zijn level 52. Mijn hoogste is 55. Ik bedoel, ik wil best trainen, maar... Ja, ik denk dat jij niet moet gaan trainen. Ik weet niet of dat nodig is. Ik wou het zeggen. Ik denk niet dat dat nodig is. Okay, oh, nee! Ik heb de strength puzzel verneukt. Oeps. Oh, nee. Jawel. Nee, hè? Huh? Hoe de fuck werkt dit? Oh, zo. Tegen Menna moet ik... Weet je wat ik wel eerlijk moet bekennen? Nou? Ik had altijd een hele hekel aan Gen 5 Pokémon. Ja. Het is wel verminderd. Ja. Ja, bij mij is dat ook wel hoor. Maar ik heb gewoon een hekel aan de game. Niet omdat de game saai is of zo, maar het ziet er zo lelijk uit voor mijn gevoel. En wat ik echt heel kut vind is... Bulletproof. Deze trainer die wil mij echt gewoon echt helemaal kapot maken. Ik weet niet wat het is. Maar hij doet er echt alles aan. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, bij Gen 5. Ik vind het ook echt kut dat die Pokémon zo laat evolueren. Ja, klopt. Nee, maar... er zijn gewoon echt wel een heleboel Pokémon die ook wel gewoon leuk zijn. Ja, ja, zeker. Zeker. Eens. Dat is voor mij echt moeite om dat eruit te laten komen. Want ik had vroeger altijd zo'n haat naar Gen 5. Mm-hmm. Dus dat doet een beetje pijn. Maar het is goed als meningen veranderen. Want andere zeker. Inzichten of zo. Wat de fuck, ik weet ook niet wat ik allemaal wil. Maar... Mijn Joltik is geëvalueerd. Oh, dus die is ook... heeft het ook overleefd? Ja, die heeft het overleefd. Dus jij hebt het overleefd? Of nog zeker, niet? Met 3 Pokémons. Welke? Galvantula, Maluetta en... de laatste is... Palossand. Ja. Alleen het probleem is dat Palossand best wel zwak is tegen best wel veel. Oh, huh? Mijn Piplup evolueert? Ja, die kan wel evolueren, maar die is al dood. Je kunt toch niet evolueren als ze dood zijn? Ja, in deze gen blijkbaar wel. In deze gen blijkbaar wel. Oké. Okay. Goed, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering doen? Daar heb je hem over. Vergeet zeker niet Sanders kanaal even te checken in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.